was op een dag in januari in Rotterdam op Katendrecht. Toen heeft mijn knul, mijn blonde Arie, mij voor het laatste dag gezegd. Hij had gemonsterd op de vrede voor 7 weken uit en thuis. Nou is het 7 jaar geleden en nog kwam Arie niet naar huis. En altijd komen er schepen aan een Katendrecht voorbij. Maar de stuip van een blonde Arie, die is er nog steeds niet bij. Moet ik een boodschap voor de heren, smeer ik hem naar het Willemsplein, om daar met angst te informeren wie er weer bijgekomen zijn. Altijd weer schepen, vreemde vrouwen, ik zie matrozen blond en blij, daar dan hun plunje zakken sjouwen, maar die ik zoek is er nooit bij. En altijd komen er schepen aan het Katendrecht voorbij, maar de stuip van het blonde Arie, word ik s'avonds aangeslagen. Als ik zo aan de kade sta, dan durft zo'n kerel me te vragen of ik eens met hem dansen ga. Bij zoiets jeuken dan mijn handen, maar als een zeeman is die vent, dan vraag ik hunkerend van verlangen of wie mijn Arie heet gekend. En altijd komen er schepen aan de kade.